is dat een ontwerp, een vorm, niet alleen maar een vorm is, maar ook een uitstraling heeft. Kijk, als jij een toon, die is een trilling, loslaat op bijvoorbeeld een blad met fijne stof erop, dan begint die stof te dwarrelen en vormt een patroon. In olie ook, als je daar een toon op zet, ontvangen fantastische, prachtige, dikwijls hele geometrische patronen. En het schitterende is, er zijn hele boeken vol met prachtige patronen veroorzaakt door geluid. Maar omgekeerd is ook zo, een patroon veroorzaakt geluid.